Amstelveeners moeten meer verantwoordelijkheden nemen en niet verwachten dat de gemeente alles regelt. Zo moeten we zelf meer gaan opdraaien voor de diensten waarvan we gebruik maken. Dat alles staat in dit document, de kadernota 2012, die het college deze week presenteerde. In dit document staan de plannen van de gemeente voor het komende jaar. Maar wat bedoelt de gemeente nou met eigen verantwoordelijkheden nemen? Nou, een goed voorbeeld hiervan is het pierenbadje hier achter mij in Bovenkerk. Deze zou vanwege bezuinigingen gesloten worden. Maar de bewoners waren hier tegen en hebben een speeltuinvereniging opgericht. En met die speeltuinvereniging wordt het onderhoud van het badje door de bewoners zelf gefinancierd. Volgens wethouder Herbert Raad zijn de tijden dat de gemeente nog alles financiert voorbij. Een conclusie die uit de kadernota kan worden gehaald is dat Amstelveeners zelf meer verantwoordelijkheden moeten nemen. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat als je wat wil in deze stad, dat je niet meteen automatisch het gemeentehuis belt en zegt van, nou ja, gooi de belastingen maar omhoog of laat anderen het maar betalen. Maar dat je eerst gaat kijken wat je zelf kan doen en dan kijken wij of we een handje kunnen helpen. Dat is de visie voor 2012. En voor 2013 en voor 2014. Want het moet natuurlijk een beetje anders. Want de tijden zijn voorbij dat je als overheid alles kon betalen. Dat kan dus niet meer. Dus wij moeten ook keuzes maken. Ja, en dan gaat het erom dat je ook zelf de handen uit de mouwen steekt. Nou ja, dan kom je ook veel verder. Er moest dit jaar veel bezuinigd worden. En vooral openbare voorzieningen zoals bibliotheken, culturele instellingen en overige voorzieningen kregen rake klappen. Een aantal gevolgen hiervan zijn al direct merkbaar, zoals het recent terugdringen van het aantal pierenbadjes en het sluiten van Bibliotheek Middenhoven tegen het einde van het jaar. Ook in 2012 moet er verder worden bezuinigd om de begroting rond te krijgen. Kijk, wij moeten fors bezuinigen, net zoals veel andere gemeenten. Alleen wat wij gedaan hebben vorig jaar hebben we alles in kaart gebracht waar we op bezuinigen. Dat was een heel pijnlijk proces, want iedereen weet nu waar we op gaan bezuinigen. Maar we hebben het wel gedaan. Dus wij weten nu, wij staan nu gewoon weer op nul. We weten waar we naartoe gaan, waar we geld afhalen en waar geld bij komt. Ja, dus staan we er slecht voor? Nou, we zijn niet rijk. Elke euro die hier eruit gaat, die moet omgedraaid worden. Ondanks de bezuinigingen zijn er een aantal posten waar in 2012 extra aandacht naar gaat. Zo wordt er onder andere meer geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Veel gebouwen zijn verouderd en in 2012 wordt er extra geld vrijgemaakt om deze problemen op te lossen. Is dat hard nodig? Ja, dat is hard nodig. We hebben hier al jarenlang wordt er gesproken om dat nou eindelijk eens een keer af te ronden. Maar ja, het is altijd zo gecompliceerd gemaakt en dan moesten er ook weer woningen bij komen of een heel speciaal gebouw, dat er dan nooit wat kwam. Nou, wij hebben nu gezegd, wat er ook gebeurt de aankomende jaren, elke euro die binnenkomt vanuit grondexploitaties, als we grond verkopen, dat gaat in eerste instantie naar onderwijs toe. Dus niet en een beetje hier naartoe en een beetje daar naartoe, zodat er weer niks van de grond komt. Nee, we maken eerst die onderwijshuisvesting. Dat proberen we af te maken de aankomende jaren. En gewoon keuzes maken. Daarnaast gaat er nog extra geld naar onder andere sportstimulering, jongerenbeleid, taalcoaches en de bestrijding van woonfraude. De plannen die staan beschreven in de kadernota moeten na de zomer definitief worden goedgekeurd door de gemeenteraad.